Voorzitter, zit daar Mark Rutte of is Jo Manda het torentje ingetrokken? We gaan toch niet op basis van het geloof van deze man dit geld weggeven? De heer Segers citeerde in zijn mooie bijdrage: tussen droom en daad staan wet in de weg en praktische bezwaren. Het huwelijk van Elschot. Dus ik denk dat hij daarmee verwijst naar de coalitie. Ja, dat gaat natuurlijk over een man die ervan droomt om zijn vrouw dood te slaan, omdat hij dat huwelijk zo zat is. Dat had ik niet. En hoe zij naar hem opkeek als een stervend paard. Hier had ik beter maar doodgaan deed ze niet, al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente. Dat is het gedicht wat u net citeerde. Misschien heb je het al gelezen en heb je er een vraag over. Alex is kruidenmenger. Zij zou, ik ken het geheim van het recept van de rookworst op jullie bord. En ja, ze hebben het erover op het werk, die dividendbelasting. En weet je wat hij zei? Ik heb liever dat ze het uitgeven aan mensen die het arm hebben. En ik dacht, Alex heeft niet alleen meer verstand van die worst, maar ook van wat nu verstandig zou zijn. Kan de premier mij 3 economen noemen die dit verstandig vinden? Nee, voorzitter, dat kan ik niet. Het beeld van de persconferentie van vorige week was dat van een jongetje dat koekje heeft gestolen, betrapt is door Nieuwsuur. En dan niet sorry zegt, of ik had nou eenmaal zo'n zin, die zegt nee. Het land wordt volkomen onbestuurbaar als ik niet een koekje mag bakken. Dit is het landsbelang, dat is mijn taak als premier. Ik steel koekjes om te voorkomen dat het parlement niet goed geïnformeerd wordt. Een compleet bizarre omkering. Voorzitter, ik spreek hier niet namens miljoenen Nederlanders, maar ik kan u wel melden dat ik wel dat klaar ben. Het zou fijn zijn als dit nu niet verder verlaagd wordt, voorzitter. Ik snap dat het een lastige boodschap is die ik heb, maar... Dankjewel. Het podium is van jou. Mooi. Dank jullie wel. Ja. Het is best ontroerend om die beelden te zien en die woorden te horen. Heel erg veel dank daarvoor. Ik was 27 toen ik gekozen werd in de gemeenteraad van Amsterdam. En ik weet dat ik was fractievoorzitter daar toen ik trouwde. En toen werd ik wethouder en toen werden onze 3 zonen geboren. En toen ik naar Den Haag kwam om minister te worden, toen waren die 5, 3 en 1. Best wel kleine jongetjes nog. Ik weet in 2016, toen ik met Diederik het land rondreisde om wie de partijleider zou worden, dat ik op weg was naar Zeeland en dat mijn vader ziek werd. En dat ik hem uiteindelijk verloor toen ik in 2018 de partij leidde in de oppositie. Dus op zo'n moment dan realiseer je dat 20 jaar van mijn leven zo verbonden zijn geweest met het werk wat ik heb mogen doen voor de sociaaldemocratie met en voor jullie. Dat stemt mij ontzettend dankbaar. En ik wil dus de partijgenoten heel erg bedanken voor het vertrouwen wat ik van jullie heb gekregen. De kiezers, ik heb verkiezingen gewonnen en verloren. De kiezers bedanken voor het vertrouwen. De mensen op wie ik altijd terug kon vallen. De mensen bij wie ik te raden kon. Jullie weten wie ik bedoel. Jullie waren er altijd voor me. En mijn lieve, mooie en sterke vrouw bedanken voor die steun in al die jaren. Het is een enorme eer om dat werk te doen. Mijn vader is als klein jongetje ooit gered. Hij werd uit de Hollandse Schouwburg gesmokkeld. Er was een ander gezin. Die deden alsof het hun kind was. En zo overleefde hij de oorlog. En later, terwijl dus eigenlijk zijn bestaansrecht ultiem ontkend was, heeft hij zich onveilig gevoeld en angstig, maar heeft dat omgezet in een kracht om voor anderen op te komen. Om
Niet weg te kijken, om verantwoordelijkheid te nemen. Voor mij is dat de opdracht die we hebben als sociaaldemocraten. Elke dag opnieuw proberen voor een ander op te komen, niet weg te kijken en verantwoordelijkheid te nemen. Partijgenoot, ik heb de afgelopen anderhalf jaar een klein beetje afstand genomen van Den Haag. Letterlijk, ik werkte in Heerlen-Noord. Heerlen-Noord, waar al lang een pandemie van armoede was voordat COVID toesloeg. Waar de mensen 6 jaar eerder doodgaan dan in Heerlen-Zuid. Heerlen-Noord, waar meer eenoudergezinnen zijn. Waar criminaliteit een carrière is. Waar nadat de mijnen dichtgingen in de jaren 70, de trots geknakt werd. Er wel werk kwam, maar niet voor de mensen die werk zochten. Ik werk in Heerlen-Noord en ik zie hoe groot die afstand tot Den Haag is, letterlijk en figuurlijk. Ik was er tijdens de overstromingen en dat werd toch vrij laat landelijk nieuws. Dat werd pas landelijk nieuws toen een aantal journalisten afreisden, als waren het buitenlandcorrespondenten, naar de provincie en zei, ja, het is veel water hier. En die afstand en die ongelijke kansen, die maakt dat mensen het vertrouwen verliezen. Die maakt dat er lager opkomst is voor de verkiezing. Die maakt dat er een lagere vaccinatiegraad is. Die maakt dat nieuwe bestuurscultuur daar niet echt overkomt. Dat uitgekoude kauwgompje, die marketing, dat doet niks voor ze. En lieve partijgenoten, je moet in wilde leven. Je moet een heel luxe bestaan hebben om het woord bestaanszekerheid ouderwets te noemen. Want voor de meesten in dit land is zeker zijn van je bestaan vooruitgang. Voor de meesten van ons is het iets waar je naar streeft. En volgens mij is dat onze opdracht. Tijd voor een inhaalrace. 1 miljoen mensen wonen in dit land in wijken met dit soort problemen. We hebben 100.000 mensen die wel werken, maar niet rondkomen. We zien dat middengroepen in de knel komen. De energierekening niet kunnen betalen. En daar ligt onze opdracht. Die mensen hebben recht op een moderne, fatsoenlijke volkspartij. De Partij van de Arbeid. En uiteindelijk delen we dezelfde dromen. Ga maar na. Waar droomt u van? Waar droom jij van? Ik zie dat sommigen nu fusie zeggen. Dat kan ook. Maar de meeste dromen toch van dat het goed gaat met je kinderen. Dat je een fijn en betaalbaar huis kan vinden. Dat je gezond bent. Dat de mensen die je lief hebt gezond zijn. Dat je werk vindt waarin je wat bij kan dragen en waarmee je de rekeningen kan betalen. Die dromen. Dat je zeker kunt zijn van je bestaan. Daar ligt onze opdracht. Want het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van het bestaan. Dat betekent dat we pal moeten staan in tijden van oorlog voor de rechtsstaat, voor solidariteit, voor het opvangen van mensen die onze hulp nodig hebben. Dat betekent dat je in tijden van inflatie pal moet staan voor eerlijk delen. Juist omdat je ziet dat mensen het niet redden. Dat betekent dat we ons uit moeten spreken tegen het oprukkend fascisme in de Tweede Kamer. Dat betekent dat we ons uit moeten spreken tegen het Poetinisme, de kracht van de sterkste in de wereld. Want wij geloven in rechtsorde. Betekent dat wij als trotse, diverse partij pal staan tegen racisme en onverdraagzaamheid. Betekent dat we voor de kunsten pleiten. Voor het recht van ieder mens om mee te doen aan sport, aan de samenleving. Voor democratische vernieuwing. Zodat mensen hun stem gehoord zien worden. Daar staan wij voor. En ik wens ons toe dat we dat de komende tijd zullen doen. Met alle krachten die dat ook willen. Met GroenLinks. Met de SP, met dat stuk van D66 dat het ook belangrijk vindt. Lieve mensen, ik vond het een geweldige eer om het te mogen doen. Ik heb het iedere dag naar mijn beste kunnen gedaan. Ik heb in de spiegel gekeken, geprobeerd het de dag daarna weer beter te doen. En ik vond het prachtig. Ik vond het dankbaar en ik vond het mooi om het met jullie te doen. En hoe het nu verder gaat, daarvoor zou ik jullie mijn lievelingsgedicht willen citeren. Daglicht van Judith Herzberg. Uit chaos van lakens en voorgevoel opgestaan.
gordijnen open, de radio aan, was plotseling Scarlatti, heel helder te verstaan. Nu alles is zoals het is geworden, nu alles is zoals het is, komt het misschien, hoewel, misschien, tenslotte nog in orde. Dank jullie wel. Thanks. Thank you.